Anne, we staan hier tussen de boxen waar de T-Rex in zit. Hoe leuk kun je het krijgen? Ik heb er stiekem al een beetje op gezeten per ongeluk. Nou, daar zijn ze op gebouwd hoor. Dit zijn hele fijne transportkisten hier. Die kunnen heel wat hebben. En hoeveel zijn het er? Een stuk of 10 grote kisten met daarin 300 botjes. En een enorme constructie van staal. Waar straks al die 300 botjes een plekje in krijgen. En jullie gaan het nu als een gek opbouwen, want de tentoonstelling gaat al bijna open. Nee, niet als een gek. Dat gaat heel rustig aan en heel geconcentreerd. Maar zelfs dan is het een kwestie van een paar dagen en dan staat het. We hebben in Amerika het skelet ook al 2 keer in elkaar gezet en uit elkaar gehaald. Dus er waren geloof ik al geen kinderziektes, maar alle verrassingen zijn eruit. Het is nu echt een routineklus. We weten precies hoe, wie, wat, waar en over een paar dagen staat ze. En nou, het is voor een heel groot gedeelte, zijn het dan echte botten? Een klein gedeelte, 15% is bijgemaakt? We hebben, nou het hangt een beetje vanaf hoe je het gaat tellen. Qua aantal zitten we ruim over de helft. Maar als je gaat kijken naar het volume, het leuke is, juist alle grote botten, daar hebben we het meeste van. Dus we zitten echt tussen 75% en 80% qua volume aan originele botten. Dus dat is echt uitzonderlijk. En wat zijn nou de delen die jullie moesten bijmaken? Nou, wat heel leuk is, we hoefden niet echt bijmaken. We missen de voetjes. Al die grote, dikke klauwen aan de achterpoten bijvoorbeeld. Het leuke is, onze collega's in Chicago, die hebben ook een ongelooflijk mooi skelet. Sue is dat. En die is precies zo groot als onze Trix. En ze waren zo vriendelijk om ons de afgietsels van die voeten mee te geven. Dus onze Trix staat op de voeten van Sue. En omgekeerd, ik was dus afgelopen dinsdag in Chicago met de collega's daar. Ze gaan mogelijk daar de opstelling van Sue ook nog een keer aanpassen aan de nieuwste inzichten. En ze hebben daar natuurlijk een paar botten nagemaakt. Maar er zitten ook botten bij die bij ons dan weer heel mooi bewaard zijn gebleven. Dus we moeten zeker ook eventjes kijken of ze me de andere kant op terug ook kunnen helpen. En weten jullie al waaraan ze is overleden? Het zou zo leuk zijn als we zelfs de doodsoorzaak konden vaststellen. Maar ik denk dat bij Trix heel moeilijk wordt. Er is wel één dingetje en daar kunnen we leuk over speculeren. Want we zien op de snuit, op de bovenkant van de linker snuitpunt, er zitten een paar vieze krassen. En die krassen die zijn nauwelijks genezen. Dat betekent dus dat ze die krassen heeft opgelopen echt vlak voor de dood. Een paar weken, een paar maanden hooguit voor de dood. Nare kras, vervelende ontmoeting met een heel groot beest dat het aandurft om een T-Rex op zijn kop te krassen. Dus een rottigheid met een andere T-Rex, wie weet. Het zou kunnen dat er uiteindelijk fataal is geworden. Maar dat is pure speculatie. En dus vanaf 10 september hier de tentoonstelling open. Wat kunnen mensen gaan zien? Nou, we willen hier in de tentoonstelling van T-Rex in Town, T-Rex in Naturalis. We hebben natuurlijk, het skelet is het stralende middelpunt, maar we willen het hele verhaal van Trix vertellen. Dus we beginnen om je even lekker te maken, even mee terug te nemen in de dinosaurustijd met een paar animatronics van die dinosaurusrobots, dat je je eventjes tussen de dino's waant en daarna ga je weer terug naar het nu. Je ontmoet het skelet van die T-Rex en dan ga je dat skelet, je kunt het eigenlijk het skelet vragen stellen. We hebben daarna een hele zaal vol met allemaal interactives waar je zelf spelletjes kunt doen om T-Rex en dan met name dus Trix persoonlijk te leren kennen. Hoe groot was ze, hoe hard kon ze lopen, wat voor kleur zou ze gehad kunnen hebben, wat weten we ervan, hoe zoek je een fossiel, hoe vind je een fossiel, hoe goed ben jij als fossielenzoeker. De hele film, de documentaire van hoe die opgraving in zijn werk ging, al die verhalen, dat krijg je allemaal mee. En daarna kun je in ons dino-lab terecht, want we zijn nog lang niet klaar. We hebben T-Rex opgegraven. We zijn nu bezig om de skeletten van de Triceratops, die grote gehorende dinosaurussen, om die ook nog uit te prepareren. Dus straks in het nieuwe Naturalis, daar is niet alleen Trix de T-Rex te zien en al die andere dino's die we al hebben, maar er komen ook een paar prachtige gehorende dinosaurussen bij, Triceratops, het lievelingsmaal van T-Rex. En mensen moeten wel op de grote drukte rekenen, dus niet zomaar naar Naturalis komen, maar even van tevoren reserveren. Dat is ontzettend slim, ja, want de voorverkoop gaat al rap en voor je het weet kom je op een tijdstip dat het gewoon, dat er geen plek is. We willen natuurlijk niet dat het zo druk wordt dat het niet meer leuk is. Dus als je van tevoren even reserveert, kun je zeggen van ik wil dan en dan komen, dan kun je er dan in en dan weet je zeker dat het niet te druk is.